Annelies van Herk, het eerste debat hier in Dilbeek. Wat zegt Dilbeek voor jou? Dilbeek is een gemeente die ik nog een klein beetje ken, omdat mijn echtgenoot van Dilbeek afkomstig is, Michael van Drogenbroek. En voilà, ik kom hier dus regelmatig met mijn schoonouders. Onze kinderen komen hier ook wel vaak logeren en zo. Maar zelf heb ik niet meteen zelf een link met Dilbeek, behalve die link dan wel. En via mijn echtgenoot kom ik toch wel wat te weten over de gemeente. Heb je al kennis gemaakt met de politiekers? Wel, zo net. In de foyer heb ik hen allemaal de hand geschud en als een informeel babbeltje gedaan. En voilà, komt goed vanavond. In de foyer eindert. Ja, zeker. Ga je straks een toneel verschijnen? Inderdaad, we zijn ons mentaal aan het voorbereiden. Ja. Welk thema? Leefmilieu. En Janine gaat onderwijs doen. Ja, zenuwachtig? Een klein beetje. Ja. Schepen van de Roost, ik vermoed dat jij voor onderwijs gekozen hebt. Dat is ook het echt waar. Ja. En Ian? Ja, ga jij ook straks een toneel verschijnen? Ja, voor leefomgeving. Ja. Dus ik ben bij iets, het voelde een beetje als een onderling examen. Ja, dan veel publiek. Met heel veel publiek. Ja. Jim, ongenaam. Wat ga jij precies vandaag doen? Ja. Wel, ik ga samen met Jasper en Karel ga ik een slot zetten voor de vragen rond onderwijs. Stellingen daarop antwoorden. We hebben het zo gedaan dat we graag een beetje variatie hebben. Dus zowel voor onderwijs als voor leefmilieu gaan we regelmatig eens wisselen. Luc de Leu, ja. Jij gaat welke thema's aansnijden vandaag? Dezelfde thema's als de anderen. Eerst het onderwijs en dan het leefmilieu. Oké. David, kom jij straks een tonele? Ik kom ten tonele, zoals dat je dat noemt. Ja. Voor? In verband met milieu. Chris? Jij trekt vandaag alleen beide, op het podium? Ah ja, uiteraard alleen op het podium voor de beide onderwerpen. Meneer Padorn, u komt ook vandaag alleen ten tonele? Ja. Ja, met welke thema's? Leefomgeving en onderwijs. En goed voorbereid? Geloof, ja. Toch aan het studeren? De vragen zijn evident, dus het zal moeilijk nee te antwoorden. Karel, ik heb gehoord dat Groen en SPA haasje overspringt. Daarmee bedoel ik dat er vier mensen vandaag ten tonele komen? Vijf zelfs geloof ik. Ja, vier. Ja, inderdaad, wij proberen zoveel mogelijk mensen aan bod te laten komen. Jasper, is daar ook iemand van? Ja, klopt. De lijsttrekker, wat ga jij vooral aansnijden vandaag? Ik doe twee van de drie punten bij onderwijs en eentje over de beken bij milieu-leefomgeving. Willy, daar straks nog een filmpje op Facebook van zo'n 2 jaar geleden over onderwijs, de decreten. Ja. Weer actueel vandaag? Absoluut. Ga je dat ook aansnijden straks? Ja, dat is natuurlijk de teneur van heel de redenering die we al jaren voeren. Dus het zit compleet in het onderwerp van dit debat. Capaciteit in de Vlaamse rand. Wat doe je met de eigen bevolking? Wat doe je met de instromende bevolking? Wat doe je met leerlingen die niet in Dilbeek wonen, maar wel in Dilbeek school lopen? Ja, het is duidelijk dat de wijze waarop dat nu georganiseerd wordt van hoge hand niet kan. Dus dat daar echt ingrepen moeten gebeuren. Dus ik hoop dat we hier de Dilbeekse partijen ook allemaal op één lijn kunnen krijgen wat dat betreft, om dan eens gezamenlijk een initiatief te nemen. Wat mij betreft liefst nog met de gemeentebesturen van de omringende gemeenten die dezelfde problemen kennen. Ik denk aan Halle, Sint-Pietersleeuw, Leersel, Assen. Ja, dat zou mooi zijn mocht Dilbeek daar het voortouw in nemen. Onkruid is ook groen. Wel ja, omdat ik stoor mij een beetje aan het feit dat sommige mensen graag karikaturen maken. Hè. En dat is eigenlijk niet eerlijk in een debat. Het is zo dat er heel hard gewerkt geweest is de afgelopen 6 jaar. Wij hebben, en dat heb ik nog vergeten te zeggen, maar weet je dat er de afgelopen 5,5 jaar oprecht 20 hectare natuur is bijgekomen. 20 hectare natuur, waarvan 14 hectare aan de Wolfsputten en waarvan 6 hectare Herdebeekveld. En dan op zo'n karikaturale manier afgemaakt, dat vind ik eigenlijk niet eerlijk in het debat. Het is zo dat we gaan, of dat we het nu willen of niet, we gaan toch meer en meer moeten inzetten
op die klimaatverandering die er aan het gebeuren is. Tot voor 5 jaar waren ook bij de VLD mensen die het ontkenden, dat er een klimaatverandering bezig is. Ik denk dat we na deze afgelopen zomer niet meer kunnen ontkennen. En dan gaan we ook meer, iets radicalere oplossingen moeten dan voorbrengen. En dat is mijn punt daarom dat ik met de HUB Open Ruimte ben begonnen, om die open structuur te vrijwaren. Want die druk is daar enorm groot op door projectontwikkelaars, ook binnen de bebouwde ruimte trouwens. En dus, er is nog veel werk aan de winkel om allemaal te beschermen. Jeff Valgenees, uw impressie over het debat? Wel, ik moet eerlijk zeggen, nogal saai. Ja? Dat is eigenlijk, je moet dat toegeven. Ze vertellen eigenlijk ongeveer allemaal hetzelfde. En er zijn weinig nuances. Maar wat ik niet ernstig vind, dat zijn die stembusjes dat je krijgt. Hè. Geen eenvoudig, er zijn er 100 of 150 uitgedeeld en er zit misschien 500 man in de zaal. Wel, wie heeft die uitgedeeld? Aan wie heeft ze gegeven? Onder meer heeft Suzanne het kastje gevraagd, ze heeft er geen gekregen. Nee, ik vind die ofwel gaan ze de zaal ofwel niemand. Want het is duidelijk dat subjectief is. Hè. Je hebt dat kunnen zien aan de uitslagen ook. Hè. Ik verlang naar het lijsttrekkersdebat. Ik hoop dat er dan tenminste een beetje meer animo in zit. Interactie bedoelde? Ja, een beetje interactie. Dat is geen animo. In de zaal er al genoeg niet, hè. Je moet dat toegeven. Hè. Het is alles bij hen volgens mij eigenlijk een saaie avond geweest. Marieke, jouw impressie op het debat? Ik vond het een heel sympathiek debat. Mensen hebben hun visies goed weergegeven. Ik sprak er net over met een dame, Weerman, CD&V'er is, die opkomt voor het CD&V. Wat we jammer vinden is dat er veel gepraat wordt over de stelling en weinig over wat gaan we doen. Oplossingen. Precies. Maar ja, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk moeilijk. Want een groot deel van de budgetten ligt al vast. Dus ja, wat kun je oplossen? Maar er zijn een paar dingen. Ik vond vooral het stuk onderwijs echt heel goed. Stefan Plateau, eerburgemeester. U zat in de zaal, niet op het podium. Maar wat is uw impressie van deze avond? Het was een debat dat technisch hoogstaand was. En zuiver. Maar nogal saai, omwille van de materie. Het was interessant voor iedereen. Ik hoop dat de volgende debatten meer animo hebben en dat er meer gevochten wordt voor het eigen standpunt. Voor de rest ben ik tevreden. Het was een goede avond. Ik ben Didier van der Slijk. Ik woon in de Loostraat in Scheptaal, niet ver van de Pedemolen. Ja. Uw impressie op het debat? Maar ik vond dat degenen die aan tafel zaten altijd zeer goed gedocumenteerd waren. Ik verwacht dat natuurlijk ook wel van mensen die nu in de meerderheid zitten, dat die hun dossiers kennen. En dat viel ook wel op dat degenen die op dit moment de meerderheid uitmaken, wel heel sterk in hun schoenen staan. En je voelt eigenlijk wel aan dat deze ploeg verder wil. En ik denk zelf wel dat niet slecht zou zijn. Omdat we op die manier geen 6 jaar, maar dan 12 jaar hebben om eens te kijken wat betekent dat nu. Zo 12 jaar aan het roer staan, dan kun je echt iets veranderen. Ik denk 6 jaar is altijd zeer kort. En ik zou ook wel hopen dat deze meerderheid er versterkt uitkomt. Luc Deleu, uw impressie op het debat? Vrij genuanceerd. Ik vond het een beetje reserves voor de deelnemers. De mensen in het panel vond ik het vrij saai, want dat is geen debat. Dat is geen debat, dat is je geeft je stelling, je verdedigt je stelling. Er zijn er die op het puntje van hun stoel zitten om erop te antwoorden. Ik heb verschillende keren op het puntje van mijn stoel gezeten om te antwoorden. Maar je krijgt de kans niet, je krijgt de gelegenheid niet. En dan moeten de mensen zo gezegd gaan stemmen. Een soort populariteitstest waarschijnlijk, dat die niet over de inhoud gaat, hè. Of je controversieel zit of niet, het heeft eigenlijk geen impact op je publiek. Dus ik ben nog altijd van overtuigd dat dit soort debatten, tussen aanhalingstekens debatten, weinig bijbrengen. Misschien zien de mensen of appreciëren de mensen een deel van uw stellingen, weten ze waar je naartoe gaat met uw groep. Maar echt debat, echte confrontatie van ideeën is het absoluut niet. Spijtig, want eigenlijk, er waren een paar onderwerpen waar wel een confrontatie van de ideeën eigenlijk
iets zou bijbrengen aan het publiek, waar de mensen weten dat er in de politiek verschillende standpunten worden ingenomen en dat ze stemmen voor één standpunt of voor het andere standpunt en dat die twee standpunten op dat vlak eigenlijk volledig controversieel zijn. Het is een beetje een gemiste kans, vind ik, maar het kan beter in de volgende debatten, ik hoop het althans, ja. Lies, een impressie op het debat? Ik vond het eigenlijk een heel geslaagd moment. Hè. We zaten daar toch met heel veel volk, wat dat toch wel wil zeggen dat het leeft bij de mensen. Dus dat vond ik eigenlijk al tof. Zo allemaal, en zeker van verschillende strekkingen, je weet dat natuurlijk, iedereen heeft een beetje zijn eigen achterban mee. Maar dat is ook wel tof. En wat dat heel tof was, was, je moest stemmen over verschillende stellingen. En het was niet altijd dezelfde die een evenhoog aantal hadden. Dus mensen veranderden toch wel echt hun mening. Wat dat wij een beetje jammer vonden, was dat er niet meer interacties gegaan. Er is, iedereen kon 2,5 minuut iets zeggen, wat natuurlijk betrekkelijk kort is. En dan, ja, als je al 6 keer naar elkaar hoorde, soms wel iets in dezelfde richting. En dan wordt op een bepaald moment moeten dan het verschil proberen maken. Dat is niet gemakkelijk. Volgens mij kun je dat vooral maken als je dan vragen begint te stellen en debat begint te gaan met elkaar. Maar ik denk dat het een eerste hele goede sfeer was om zo de politieke tractor in gang te zetten voor naar de 14 oktober te gaan. Dus ik denk fijn. Jasper, een korte impressie op het debat? Ja, ik denk dat het voor de mensen die gekeken hebben nogal duidelijk is dat er over heel veel thema's, dat we eigenlijk nogal vaak relatief op dezelfde lijn zitten, toch met de iets wat normaal denkende partijen. En dat het dan de keuzes liggen dan in de nuances, in de prioriteiten dat gelegd worden, bijvoorbeeld dat van de rioleringen. Iedereen ongeveer weet wel wat de noden zijn en wat er moet gebeuren. En dan is de vraag van ja, welke prioriteiten liggen. Ik denk dat het belangrijkste is wat we moeten meenemen uit dit debat. Maar op zich denk ik dat de stellingen op zich ook niet echt van die aard waren om hele grote verschillen te zien. Jeff van der Roost, een korte impressie op het debat. Het was leuk. Ik denk dat we dat niet slecht gedaan hebben. Zeker ook Jaan als jonge gast heeft een debat kunnen winnen en tweede is op een ander. In totaal hebben we als partij denk ik 3 van de 5 debatten waar we aan meegedaan hebben als beste eruit gekomen. Dus ik ben daar wel fier op dat we inhoudelijk sterk genoeg staan om hier de debatten te kunnen winnen. Een tevreden lijsttrekker, hoor ik. Ik ben zeer tevreden op dit moment. Willy Segers, een korte impressie op het debat? Ja, ik vond het redelijk boeiend. Ik heb een paar regie-tips. Ik dacht het onderwerp leefmilieu te laten voorgaan en dan onderwijs eindigen. Misschien het enthousiasme binnen de zaal ook wel wat aangepoord. Maar ik vond het goed georganiseerd. Ik vond dat verschillende partijen eerlijk voor hun mening zijn uitgekomen. Dat is uiteraard belangrijk in zo'n pre-electorale periode. Dat je uw meningen heel duidelijk en transparant brengt. Dus wat dat betreft zeer goed. En inderdaad, ik denk vooral van deze avond onthouden te hebben dat de onderwijsproblematiek in onze gemeente dat toch wel een bijzondere zorg is naar de toekomst.